Hallo allemaal, ik ga jullie wat meer vertellen over de dieren in de lente. In de lente worden er veel babydieren geboren. Zoals dit dier. Weten jullie hoe dit dier heet? De varken, goed zo. En weten jullie hoe de babyvarken heet? Een biggetje. En weten jullie ook wat dit voor dier is? Een paard. En weten jullie hoe de babypaard heet? Een veulentje. En weten jullie wat dit voor dier is? De kip. En hoe heet de babykip? Een kuikentje. En wat is dit voor dier? Een schaap. En hoe heet de babyschaap? Een lammetje. Ik wil graag een spelletje met jullie spelen. Ik heb allemaal dieren neergezet. Kijk maar. We hebben het paard. De vogel. De kip. De papegaai. En het konijn. Zien jullie ze allemaal? Ik ga dadelijk een handdoek neerleggen over de dieren. Dan ga ik één dier weghalen. En dan moeten jullie raden welk dier ik weggehaald heb. Welk dier heb ik weggehaald? Het paard is er, de vogel, de kip en het konijn. Welke heb ik weggehaald? Ja, de papegaai. Welk dier heb ik nu weggehaald? Het paard is er, de vogel is er, de papegaai en het konijn. Welke is er weg? De kip is weg. Ik heb nog een dier weggehaald. Even kijken welk het is. Welke is er weg? Het paard is er, de kip, het konijn, de papegaai. Welk dier is er weg? De vogel. Ik heb nog een dier weggehaald. Welke zou het zijn? Het paard is er. De vogel, de kip en de papegaai. Welke is er weg? Het konijn. Ik heb het laatste dier weggehaald. Welke zou dat zijn? Welk dier is er weg? De vogel is er, de kip. De papegaai, het konijn. Welk dier is er weg? Het paard. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Tot de volgende keer. Doei!